Ieder jaar staat de hele maand oktober wereldwijd in het teken van aandacht voor borstkanker bij vrouwen en mannen. Deze maand is het in Suriname ook niet anders geweest. Surface Club Inner Wheel Paramaribo heeft op vrijdag 30 oktober 2020 een partij kussens gedoneerd aan de afdeling oncologie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De kussens zijn vervaardigd binnen het hartkussenproject en bestemd voor borstkankerpatiënten die een operatie aan hun borst hebben ondergaan. Ik vind het een heel mooi initiatief. Het is een initiatief van zuster Smit, werkzaam bij mij op de afdeling als oncologieverpleegkundige. En zo is het begonnen bij deze zuster. Dus het initiatief komt van haar. Ja, dat is het. Ik vind het een heel mooi initiatief. Omdat dat kussen, het zorgt voor een stukje comfort bij de mensen. Na de operatie hebben de mensen pijn. Want er is geopereerd aan het lichaam. Dus daar hebben ze met name pijn aan de arm. Met zo'n kussen. Dat kussen kan zorgen voor steun. En dat is heel comfortabel voor de mensen. Alhoewel, ik heb geen onderzoek gedaan hoor. Ik heb geen data, maar als ik kijk naar deze groep van kankerpatiënten die we behandelen op de afdeling, dan is het toch een enorme, het aantal is toch groot. En bij de overhandiging, de mensen, wanneer je het aanbiedt, ze komen terug of ze bellen om aan te geven hoe ze het vinden om zo'n kussen te gebruiken. Dus het is heel goed aangekomen bij de doelgroep. Borstkanker, als ik in feite moet praten over kanker. Kanker bij de normale cellen, lichaamsdelen, cellen in het lichaam, vindt er normale deling plaats. Om het simpel uit te leggen, één lichaamscel, als die zich gaat delen, dan wordt het twee. Gaan die twee delen, wordt het vier. Gaan die vier, wordt het acht en zomaar door. Dus het gebeurt op regelmaat. En het delen gebeurt niet zomaar. Het gebeurt op aangeven aan het lichaam. Een bepaalde groep cellen, ze krijgen een sein van het lichaam wanneer ze moeten delen en wanneer ze moeten stoppen. Een voorbeeld, je geboort als een baby en door de jaren heen ga je groeien. Dit alles vindt plaats door celdeling. Ook als je bijvoorbeeld een wond hebt opgelopen, om het te helen geschiet dat door celdeling. Maar bij kanker, dan zien we dat er iets mis is bij het delen. En dan gaan ze ongecontroleerd door met delen. En dat zo kan kanker ontstaan. Maar bij borstkanker kan, men praat over erfelijkheid, kan ook een rol spelen bij borstkanker. Aan alle vrouwen wil ik meegeven dat ze ten eerste, ze moeten hun lichaam onderzoeken. Goed kijken naar je lichaam, om je lichaam te kennen. Door je lichaam te kennen, gaat het je opvallen als er een verandering is opgetreden. En dat moet je maandelijks doen. En het moment dat je iets vreemds hebt opgemerkt, het kan zijn de grootte misschien van de borst, de kleur, de tepel, hoe ziet het eruit. Als je twijfelt, het beste is om als eerste uw huisarts te raadplegen. En dan zal de huisarts het traject voorzetten. En als, stel eens voor je hebt al slecht nieuws, wat dat kan ook gebeuren, dat men al weet dat het borstkanker is, blijf niet weg. Ga bij de deskundige, zodat u de juiste behandeling krijgt. En ja, zodat alles tot een goed eind kan verlopen. Blijf niet bij de pakken neerzitten. Luister niet naar mensen buiten, maar raadpleeg de juiste deskundigen.